Yo, kijkers van Online Games, vandaag zijn we terug met een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survive. We gaan weer lekker verder waar we gisteren waren gebleven. Dus dat komt helemaal goed, perfect, goed, prima, goed, ja, perfect, prima, goed, ja. Ondertussen moeten we van allerlei dingen nog gaan doen. Wij willen de bomenfarm, willen we uiteraard natuurlijk gaan afmaken. Ja, afmaken, we gaan bomen planten, dat gaan we doen. En dan willen we natuurlijk ook die speciale bomen en zo nog allemaal gaan doen. Dat komt helemaal goed. Nee, we wilden eerst die hooibalen allemaal doen. Laten we dat doen. Maar eerst gaan we even slapen. Want het is een beetje donker hier. Dus laten we dat dan maar eerst eens eventjes gaan doen. Zo. Ja, dat gaan we dus als eerst doen. We hebben bijna... Oeh, we hebben nog maar 3 plekken vrij, zie ik. Qua dingen. Maar weet je, dat is geen enkel probleem. Morgen nog en dan gaan we al ons hele inventory natuurlijk wel leegmaken en zo. Goed. Dan gaan we deze helemaal leeg maken. Ja, dat is zo prima. We kunnen binnenkort bij de koeien ook natuurlijk. Dat moet ook. Zo. Kijk eens aan. Kan je dan eentje vergeten of niet? Ah nee, ik denk dat we steeds... Toen we dit hebben gedaan, dat we steeds telkens eentje kregen. Ja, zie je? Oké. 64 en 2. Dat zou genoeg moeten zijn. Om uiteraard ook bij de koeien het te gaan afmaken. 7 maar. Als we die dus hier bij elkaar zetten. Zo. 2, 1. Hoe hebben we dat dan aan deze kant gedaan? Oké, we hebben nu gewoon zo dan een gat. Wat hier dus ook hier niet. Niks opzij, je wil hier wel eentje opzij. En die kan dus bij het gat niet. Bij het gat niet, hier. Dan zet er hier aan 1. En hier. Je kunt dan niet erop lopen. Net hier, oké. Okay. Sommige die loopt er echt. Maar ze kunnen er wel uiteraard natuurlijk al ronden door. Zie je, goed. Dan gaat die heel even zo. En dan ga ik toch ervoor zorgen dat wij de bomen neer gaan zetten. In onze mooie bomenfarm. Dat we die in ieder geval helemaal afkrijgen vandaag. En dan hoop dat we eind volgende week rond deze tijdstip de hele
alles met die hooibalen helemaal af is. Oké. Okay. We hebben 13 van die, dus als we het een beetje... zo zeg maar neerzetten. Die zijn niet zo heel groot. De witte bomen bij elkaar zetten. En dan uiteraard deze ook, 10. Zetten we op gewoon normaal. En de saplings die we dan hebben. Heb ik echt geen... Nee, ik had niet meer witte bomen. Oh, nee ja. Daar begint het eerste ellende, het begint al. Goed, ik ga eerst eens eventjes kijken of ik meerdere witte bomen heb. Van 13, dat is wel heel weinig. Ja, hier staan er natuurlijk een paar. Want ik weet dat ik er een aantal eens een keertje hier bovenop teruggeplant heb. En daar wil ik proberen om de jungle en de acacia hout neer gaan zetten. Of bomen moet ik eigenlijk zeggen. Goed. Wat in de grond kan. Jonge jungle dit. Dit zijn donkere eik, ja. Ik ga toch die zaden even hier. Nee, ik heb geen witte saplings meer. Oké, okay, dan gaan we van die 31 dat gooien er gewoon op. En dan gaan we langzaamaan thuis wel een keertje die boom toe. We hebben 13 wit hout, dus... We gaan uiteraard natuurlijk... Er zijn al een aantal bomen... gegroeid. Kijk, zullen niet allemaal gaan komen... Daar kwam er dus er één. Kijk, oké. Okay. Dat is goed. Dat gaat vanzelf groeien, dus dit is hier... onze bomen van. Dan wil ik toch wel een aantal fakkeltjes maken. Dan gaan we eerst even naar onze fakkels. Dan wil ik dat helemaal om de bomenfarm doen. Dat hebben we dus hier ook gedaan. Dat gaan we natuurlijk daar ook doen. Die torentjes die ga ik binnenkort ook allemaal verwijderen. Ik zat ook zweer dat ik er 2 had. Ik kan misschien dat ik me vergist heb. Goed. We gaan eerst zoveel mogelijk droppen. Dan hoeven we hier binnenkort niet meer te komen. Dus die. Jonge eik. Dan wil ik. Jonge donker eik. Jonge acacia. Jonge jungleboom. Die neem ik even mee. Die kan waar ik die appel. Ja, die appel die kan eigenlijk hier. We moeten even kijken. Goed, want we gaan die bomen die gaan we natuurlijk op een plek zetten waar we eigenlijk weten van Oké, daar komen we best wel regelmatig, daar moeten we vaak komen. Maar kijk, hier ga ik dat niet doen, maar als ik dat zeg maar een beetje hier zo zou doen, dan is het geen probleem. En een beetje hier zo, weet je wel. Wat wilde ik alweer gaan doen? Ik ben eigenlijk dement aan het worden.
Oh ja, fakkels wil ik. Kool heb ik nu, want ik heb niet veel fakkels meer. Ik heb er maar 24, daar gaan we niet ver mee komen. Oké, ik heb kool. 64. Ik heb 22 hier. Ik heb 2 stokjes. Hout, dat heb ik niet. Nee. Oké. Als we hier 1, 2, 3, 4, 5 van maken. Ik had hier gewoon ook eikenhek. Ik had beter eikenhekken kunnen gaan doen. Maar goed, dat... Dat kunnen we natuurlijk altijd bewaren als ik zo'n hele grote farm nog wil gemaakt. Oké. Stokjes, allemaal. 42. Van die 42... Dan kunnen we niet veel, maar we kunnen wel 22 fakkels gaan maken. Dus dan hebben we hier, dan hebben we er behoorlijk veel. Kan ik hier zo gaan slapen? Als ik niet hier kan slapen, dan gaan we ergens anders slapen. We kunnen hier niet slapen. Goed, dan wacht heel even, want dan gaan we hier zo gewoon... Zullen we dat? Ja. Ik wil eigenlijk eerst die fakkels. Laten we eerst die fakkels allemaal gaan doen. En ik hoop eigenlijk dat ik ga uitkomen. Dat hoop ik echt. Anders hebben we een heel groot probleem. Want hier kwam het allemaal mooi net uit, hè. Dat was natuurlijk heel fijn. Heb ik nog een blokje, dat heb ik dus. Kijk, dan is het net zo. Dan de fakkels. Nog 4, dan staan we daar steeds eentje over. Mooi om het hoekje. Het is ook mooi dat hij lekker hier komt. Deze hoogte. Zo. Komt er hier in. Het was niet de bedoeling dat jij hier door overheen ging groeien. Of ja, eigenlijk erop. Dit moeten we nog even dadelijk maar eens eventjes gaan doen. Want anders kunnen we gewoon... beesten zeg maar komen. En dat wil ik niet. Kijk, je kunt daar heel makkelijk zo komen. Besef even dat ik gewoon een volledige stak fakkels hier aan het opproppen ben. We komen wel steeds mooi uit. Ook dan hoop ik nu dat het allemaal goed uit gaat komen. Het kwam prachtig om de hoekjes. En nu ben ik ook heel benieuwd of ik genoeg... of ik met 64 genoeg heb. 4, ja zeker hebben we genoeg.
En het komt ook nog eens een keertje goed uit. Wauw. Dat is mooi. Heel mooi. Die twee kunnen hier 50. We hebben er 50 dus. 50 fakkels hebben we. Maar ik wilde dus hier. Wil ik nog wat eraan gaan doen. Ik wil sowieso deze twee lagen weg hebben. En dan, kijken dat we het wat natuurlijker gaan maken. Dus kijk, we doen dit even zo. Dan gaat deze met hem. Kijk. En deze kant dus zo met hem. Maar als we echt donkere hout nodig hebben, kunnen we hier het hele bos omkappen. Hier staat dus onze prachtige boomfarm. Ja, ze zullen niet allemaal gaan groeien. Maar ik vind het knap dat die en die groeit. Kijk, er gaat er nog één. Ja, dit zou sowieso niet gaan groeien. Maar dat is geen probleem. Een aantal witte bomen. Ja, ik had niet meer witte, witte saplings. Maar dat komt omdat ik hier uiteraard natuurlijk ook een aantal... witte bomen neer had geplaatst. Kijk. We hebben uiteraard natuurlijk ooit eens een keer hier. Een aantal witte bomen neergezet. Goed. Nu wil ik dus proberen om deze op een leuke, coole plek te zetten. Ik zat te denken om het hier even tijdelijk te gaan doen. Deze boom, ja, die staat in de weg. Dat is niet zo raar. Oké. Die zijn heel bijzonder. Vervolgens ook die jungle. Kijk, als ik kan natuurlijk ook hier zo'n paar neerzetten. Vervolgens 1, 2, 3. Die moeten wel zo op 4. Vier, zeven. Dan kom ik er uiteraard net eentje weer tekort. Dan heb ik er nog maar 3 over. Oké. Dan zetten we die gewoon hier neer. Maar ik ga die twee even... Die zet ik hier zo neer. En die andere zet ik hier zo. Kijk. Hier komt dus de speciale boom, die zetten we dus hier zo en neer, dat we dus niet zomaar hier zo er doorheen kunnen lopen, dat we echt het pad moeten gebruiken. Wat gaan we dan morgen doen? Ja, dan vraag je me wat. Daar gaan we nog eens even naar denken. Oh ja, ik weet dat weer. Het bord, we hebben natuurlijk eentje afgemaakt. Ja, we hebben iets afgemaakt. Wij hebben de bomenfarm afgemaakt. Dus die gaan we wegdoen. Dan ga ik er hier wat anders op zetten. Hadden die al? Ja, die hadden we al. Ik wil er namelijk een mine erop zetten, want die hadden we. Kunnen we nog iets doen? Iets nieuws, een project. Wat we ook erbij willen doen. Hierachter kunnen we van alles bouwen. Kijk, hier kunnen we van alles bouwen. We kunnen doorlopen tot en met hier. Hier hebben we dus een kleine rivier. We kunnen hier echt een groot boot maken, dat niet. Wat kan nog meer? Ik denk het even niet. Als jullie ideeën hebben, laat me weten, jongens.
Ze zijn van hartelijk welkom. Maar voorlopig zetten we dit even hier neer. Dan zullen we nog wel zien. Dus we hebben nog 5 dingen. Een nieuwe huisbouw, dat komt net van ons YouTube kanaal. Dat komt ook nog. Eigen mine. Maar de mine, die komt sowieso nooit af. Ik bedoel wel natuurlijk het gat maken. En daarna is die eigenlijk officieel af. En daarna gaan we natuurlijk ondergrond gaan van alles doorwerken. En zo wel een beetje vorig seizoen ook hebben gedaan. Glowstone plaatsen, dat gaan we morgen. Hooiballen in de hokken plaatsen. Dat is waarschijnlijk eind volgende week af. Glowstone, dat hoop ik dat het morgen of maandag af is. De mine. Dan zou ik te denken om die als daarna te doen. Want dan wil ik die hier zo recht naar beneden maken. Want dan kunnen we binnenkort ons huis. Daar heb ik al een beetje over nagedacht. Dan gaan we dus een beetje afbreken. Dan gaan we het een beetje hier zo wat groter maken. Dat hier zo'n beetje staat. Misschien een beetje stuk van deze berg een beetje weghalen. Dat is ook best wel een grote klus om te doen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dus maar dat komt helemaal goed. Kijk, ze groeien al. Zie je dat? Maar ik ga het eerst belaten, jongens. Wij zien elkaar uiteraard morgen weer terug. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!